Het thema is duiken in de onderwaterwereld. We zijn in januari begonnen met timmeren. Toen zijn de timmermannen begonnen. Een hoop voorbereiding, veel bedrijven gesproken. Van alles bij elkaar geregeld om weer een prachtige show te kunnen opbouwen. En nu woensdag begonnen we met de vloer leggen. En vandaag is het vrijdag en zoals je ziet zijn we al een heel eind op weg. Klopt het nog een beetje, heren? Bijna. Jullie maken altijd grote decors, maar het is dit jaar wel heel erg groot, geloof ik. Ja, het is vooral erg veel. Het is natuurlijk heel, heel massaal en veel volume. We hebben ook op drie verschillende locaties opslag gehad om de rotsblokken op te kunnen slaan. Omdat ze in de werkruimte gewoon niet meer aan het werk konden. Dus we zijn een aantal keer tussendoor met vrachtwagens en met trekkers om de rotsen heen en weer te krijgen. Omdat het gewoon niet meer in de schuur past. Dus ja, het is heel veel timmerwerk geweest de afgelopen tijd. Begin je al een beetje het gevoel te krijgen als je zo om je heen kijkt? Ja, het is natuurlijk prachtig als je zo die rotsen om je heen kijkt. En wat die kunstenaars weer voor een mooi werk hebben afgeleverd. Ja, het begint wel weer een beetje te kriebelen. Ja. Straks met die bloemen erin. Mooi geheel. Ja, ja, ja.